Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe Grippolis video. Dit keer gaan we het even lekker hebben over een fantastische speler van leuke instellingen. En dat is gewoon, ja, ik vind gewoon dat, even kijken, we gaan het hebben over de fantastische Daemon Prince. Hij is gewoon een geweldige top rider. Hij is gewoon fantastisch bezig. Ik vind hem gewoon een waanzinnige goede leider. Hij doet gewoon heel erg zijn best. En hij is gewoon vrij energiek in zijn taken die hij doet. En ja, hij is ook gewoon kwalitatief gewoon sterk bezig in Grippolis. Ja, is gewoon echt een geweldige speler. Maar we gaan even naar een andere fantastische speler van de Kyoshi Warriors. En dat is Mr. Kopo kapot. En Kopo is gewoon een fucking legend van Kyoshi Warriors. Die gaat gewoon door 3 poorten en ziet gewoon steeds de stap daar. Die pakt ze gewoon allemaal. Mr. Kopo, die komt er gewoon aan, dan gaat je gewoon helemaal wegpeuken met de vuurschepen die hij heeft. Met die fantastische, en ook fantastisch Grippolis score ook nog. Bijna, ja eigenlijk bijna, want dat eigenlijk 5-2 moet zijn, dat is nog een mooier getal geweest. Maar goed, het is gewoon, hij heeft ook een fantastisch mooi profielfoto hier. Echt, het is gewoon waanzinnig die Mr. Kopo. Die heeft ook mooie stenen aan hier ook. Bakkenbord, ja, dan kun je gewoon je fucking, kun je gewoon je lekkere broodjes halen, Mr. Kopo. Stel nog gewoon extra gekenmerkt erop met het Mr. Kopo merk. Ja, jongen, dat wil je weten, het zijn gewoon de allerlekste broodjes. Kun je gewoon bij Mr. Kopo halen hier op Grippolis. Dus ja, van zo lekker kun je ze niet ergens anders krijgen. En dan, ja, het is gewoon fantastisch zo'n speler. Mr. Kopo, dat die is in Kyoshi Warriors. Ze hebben gewoon een bakker in een Kyoshi Warriors. Nou ja, nu alleen nog wat avondeten vinden hier in. Even kijken, wie zou de avondeten moeten verzorgen? Ja, ik zie er niet echt tussen. Dan heb ik geen die de avondeten moet verzorgen. Ik zie wel iemand die snacks kan, leuke snacks kan maken met bitterballen, bosbollen, gehaktballen. Ja, dat is ook wel leuk. En we hebben hier ook nog Eternal Rebellion. Megaflop. Cool, nul, nieuw start. Ja, dit is gewoon weer mooi. En we gaan eens even kijken naar de volgende speler. John Lackland. Is ook een prachtige profielfoto overigens. En die heeft gewoon wat leuke, mooie stedennamen die een beetje gerelateerd zijn aan James Bond. Ik vind James Bond ook gewoon een fantastische filmreeks. De film is erg praktisch in elk film hetzelfde. Hij gaat gewoon een boef vangen. Hij gaat elke keer met een vrouw in bed. Dus gewoon elk film hetzelfde. Dus gewoon elke keer heeft iets te maken met een vrouw. Waar James Bond mee uitgaat en dat soort dingen, weet je wel. Dus vrij. Russia with Love is ook echt een mooie film eigenlijk. Tomorrow Never Dies is ook een hele leuke film. View to a Kill is ook een mooie film.
Skype was ook heel mooi. Ik ben daarvoor in de bioscoop geweest. Spectrum ben ik ook voor in de bioscoop geweest voor Star Wars. Voor, nee, niet voor Star Wars, maar voor James Bond. Ik hou die films ook echt altijd door elkaar, hè. Maar John Legend doet het gewoon echt goed. Ik vind eigenlijk gewoon een John Legend moet gewoon zo een keer in de top 3 staan. Ik vind het gewoon een beetje, ja. John Legend hoort voor mij in mijn ogen gewoon in de top 3 aanvallers te staan. Dit is gewoon een hele sterke aanval. Nu hoort hij gewoon lekker mooi te staan. Zeker niet 6e. Dus gewoon te laag voor zijn kunnen. En ja. Even kijken, kunnen we nog iemand anders uitlichten? Nee, ja, ik heb. We kan het weer over Ty Lee en over. Over You Never Fight Alone hebben, maar die heb ik ook lang genoeg over gesproken. We hebben ook nog hier Robbie Milanos. Het is de Robin van Persie van de Kyoshi Warriors. Hij kan gewoon de vliegende duik doen. Hij kopt dan die bal naar binnen. Zoals hij deed tegen Spanje. En dan, nu gaat hij gewoon elke keer net een ene extra tikje ervoor zorgen dat de coast eruit gewerkt. De coast niet landen op de steden die veroveren. Die andere veilig kan. En anders voor leuke instellingen tegengehouden moet worden. En ja, of eigenlijk vooral James Moore, want die valt het meest aan, maar goed. Die Robin Milan is gewoon een rol van Persie van deze Kyoshi Warriors. Is gewoon geweldig, geweldig. Nou ja, je kunt wel zien dat het een mooi clubje is bij Kyoshi Warriors. Nu hebben wij leuke instellingen, ook wel wat leuke spelers, denk ik. Maar het gaat prima. Even kijken. De Bob. Bob de Bauer. Mooi. Geweldig. Ik zou Bob de Bauer. Ik snap eigenlijk niet waarom die show doet. Bob de Bauer. Hij had eigenlijk bij Alliantie moeten zitten, maar goed. Goed. Kijken we even kijken bij de aanvallers. Wie staat er op 1? Waarschijnlijk Chess Moe, zoals altijd. Ja, dit vind ik wel echt een beetje te. Nou, ik vind eigenlijk dat John Legend hoort gewoon hoog te staan. Dit is gewoon slecht. John Legend hoort gewoon zeker top 3 te staan. Ik vind het gewoon. Ja, discutabel. Vertegers, we gaan eens kijken hoe het daarmee staat. Zo. Vertegers. John Legland staat ook heel erg hoog. Zo, dat doet hij erg goed, de John Legland. Die is overal in de ranglijst is John Legland. Ja. Dat is gewoon, ik denk dat John Legend wel een van de grootste sterspelers is van deze wereld. Naast de You Never Fight Alone en Ty Lee en nog een paar andere. Chase Moore staat gewoon eerst door het goudgebruik, laten we eerlijk zijn. Die zit gewoon goud uit te geven alsof het gratis is. Die gewoon gratis op het account wordt neergezet door de support. Het is gewoon alsof als een soort, ja, gewoon extra bonus voor als je moe is. Je krijgt volgens mij gewoon bij 5 euro aankoop meteen 30.000 goud erbij of zo, weet ik veel. Dus je moe heeft gewoon een grote goudmijn aan goud op account staan. Maar ja, goed, het is wat het is. Het is een spelletje. Je kunt er goud voor inkopen. Het is een beetje pay to win soms. Kan het soms overkomen. Maar goed. Het is wat het is. En je moet ermee kunnen dealen, lijkt me. Dan moet je mijn koers en sniper tegen ook goud spelen. Het is lastig als heel. Okay. Het is wat het is. Maar ik hoop dat. We gaan hopelijk voor de beste kansen met deze prachtige alliantie.
Ja, ik zeg, ja, tot ziens en tot de volgende video en tot, ja, weet ik veel wanneer. Oh ja, ik wil trouwens nog even iets op mijn profiel laten zien. Dit is de nieuwe top 5 die ik heb aangepast trouwens. Ja, briljantie staat nu op 4, Nudeus staat nu op 5. En bij de instelling staat nu Trip top 4 en Stefan Nossa staat 5. En Tim Prins staat als eerste, dat is mooi om te weten. Ja, bedankt voor het kijken, bye bye. En ja, ik doe gewoon nog een keer de auto. Bye bye, doei doei.